Hallo allemaal, we gaan vandaag eens kijken naar machten en vierkantwortels van gehele getallen. Ik overloop eventjes. We weten van het vorige hoofdstukje dat 2 in deze oefening de exponent is en ons grondtal is het getalletje dat daar beneden staat. Wel, als ik nu ga kijken, mijn exponent, mijn 2, staat bij een haakje. Dat hele haakje is nu je grondtal. Exponent, voor alle duidelijkheid, gaan we eens aanduiden in het groen, die staat hier. Die staat bij het haakje, dan is heel ons haakje het grondtal. Dat wil dan zeggen dat ik heel dat haakje 2 keer moet gaan opschrijven en vermenigvuldigen, omdat mijn exponent 2 is. Dat ga ik dan ook doen met een tussenstapje, voilà, min 2 maal min 2. Je gaat ook weer gewoon uitrekenen. Jullie kennen de rekenregels voor het vermenigvuldigen. We bepalen het aantal negatieve factoren, of in normale mensentaal. We tellen de minnetjes bij maal. 1, 2 minnetjes, 2 negatieve factoren, dus mijn uitkomst wordt positief. Want je weet, een even aantal factoren geeft een positieve uitkomst. Even aantal negatieve factoren uiteraard. 2 maal 2 is 4, dat rekenen we uit. Volgende oefening, min 2 tot de derde macht. Er staan weer haakjes, dus ik ga heel mijn haakje weer 3 keer gaan opschrijven. Als ik dat gedaan heb, kan ik in mijn tussenstap gewoon tellen. 1, 2, 3 minnen. Dus ik krijg min 8 als uitkomst. Want we hebben een oneven aantal negatieve factoren. Een oefening verder. Staat exponent 4. Dus ik ga weer heel mijn haakje opschrijven. Ditmaal 4 keer. 4 keer opschrijven. Dus ik heb ook een even aantal mintekens. Dan krijg ik plus 16. En het laatste stapje. We hebben tot de vijfde macht, onze exponent is 5, dus ik ga nu 5 maal die min 2 opschrijven. 5 keer heel het haakje noteren. Als we dat uitrekenen, 5 mintekens in de tussenstap, dus negatief. En 2 maal 2 maal 2 maal 2, dat wordt 32. Dus de slimme leerlingen die hebben ondertussen al gezien, je moet eigenlijk die tussenstap niet maken, je kan kijken naar je exponent. Je exponent geeft aan hoeveel keer je iets moet opschrijven. Is je exponent even, dan ga je een even of een positieve uitkomst krijgen. Is je exponent oneven, dan ga je een negatieve uitkomst krijgen. Want die exponent zegt hoeveel keer je moet opschrijven. Dus met een exponent 2, 4, 6, 8, 10 enzovoort, ga je altijd een plus in je uitkomst krijgen. En als je een oneven exponent hebt, en je hebt natuurlijk een negatief grondtal, dan ga je een oneven aantal minnetjes opschrijven en dan heb je dus een negatieve uitkomst. Natuurlijk heb je eerst een negatief grondtal nodig voordat die regel van toepassing is. Als je geen min hebt in je opgave, als je grondtal positief is, kan je uitkomst uiteraard nooit min worden. Dus deze regel geldt alleen voor een negatief grondtal. Negatief als de exponent oneven is, positief als de exponent even is. Let nu wel op, het is heel belangrijk dat je goed gaat bepalen wat je grondtal is. Je merkt bij deze oefeningen staat er telkens een haakje. Onze exponent staat bij het haakje en ik moet heel het haakje een aantal keer opschrijven. Soms zal je zien dat je oefeningen hebt waar er geen haakje staat, maar wel een min. Hoe moet je dat dan aanpakken? Wel, als er geen haakje staat, dan staat je exponent, in dit geval bij deze oefening, alleen bij de 5. Dus dan moet je de min 1 keer opschrijven en de 5 is je grondtal, die schrijf je 4 keer op. Dan kunnen we uiteraard allemaal goed tellen en dan zien we in onze tussenstap maar 1 minteken staan. Want er staat geen haakje, dus ons grondtal is 5. Ik moet de 5 4 keer opschrijven, maar de min niet. Als we dat dan uitrekenen, krijg je min 5 maal 5 is 25, nog eens maal 5 125, nog eens maal 5 625. En voilà, je uitkomst is min 625. Dus let goed op, als er geen haakje staat, staat er maar 1 minteken. Dan moet je dat geen 4 keer gaan opschrijven. We gaan een paar voorbeeldoefeningetjes maken. Opgave is, schrijf als een macht en reken uit. Maar als je straks oefeningen maakt, lees telkens goed je opgave. Soms moet je alleen schrijven als een macht, soms moet je alleen uitrekenen. Hier moet je beide doen. Ik zie hier staan, min 10 maal min 10 maal min 10 maal min 10... Dus wat ga ik moeten doen? Ik ga heel dat haakje, want dat is het stuk dat terugkomt, in mijn macht als grondtal moeten nemen. Exponent wordt 4, want we nemen dat haakje 4 keer.
Als ik dat ga uitrekenen, 1, 2, 3, 4 mintekens, dus dat wordt plus 10.000. Ik heb mijn nulletje, hops. Voilà, zo staat mijn getal mooi geordend. Zelfde oefening, of daar lijkt het op. Min 10 maal 10 maal 10 maal 10. Nu is het de 10 die er 4 keer staat. Dus dat wordt je grondtaal. In dit geval schrijven we geen haakje. En gaan we onze exponent enkel bij de 10 plaatsen. Voilà. Als we dat uitrekenen, we hebben 1 minnetje, dus dat wordt negatief. En ook weer 10.000. Volgende oefening. Het kan ook zijn dat je macht krijgt, dat je eerst moet schrijven als een vermenigvuldiging en dat je dat moet gaan uitrekenen. Eerste oefening, wat zien we hier staan? Min 3 tot de derde macht. Ons grondtaal is 3, want er is geen haakje. Dus min 3 maal 3 maal 3. Als we dat uitrekenen, 1 minteken, dus negatief. 3 maal 3 is 9, maal 3 is 27. Hier hebben we wel een haakje, dus we gaan heel ons haakje 3 keer moeten noteren. Als ik dat doe, dan krijg ik min 6 maal min 6 maal min 6. Als we dat gaan uitrekenen, 3 mintekens, dus negatief. 6 maal 6 is 36. 36 maal 6 is 216. Dan gaan we naar de laatste oefening. Let op, het wordt weer een klein beetje moeilijker, want je ziet hier nog een extra minnetje voor je haakje staan. Geen probleem, schrijf dat gewoon over in je tussenstap en doe dan wat je altijd doet. Namelijk, de exponent staat bij een haakje, dus ik moet heel dat haakje 4 keer noteren. Hop. Voilà. En dan gaan we kijken naar onze tussenstap. Ik heb 4 keer min 4 geschreven en er staat nog een minnetje bij. Dus ik heb in deze oefening eigenlijk 5 mintekens staan. Dat wordt dus negatief, want 5 is oneven. 4 maal 4 is 16, maal 4 is 64, maal 4 is 256. Goed kijken altijd hoeveel minnen er staan en schrijf een tussenstap als je twijfelt. Zeker bij dit soort oefeningen, die laatste, schrijf een tussenstap. Oké, dan neem je je werkboek. Als je dat nog niet hebt, pauzeer eventjes het filmpje en je neemt je werkboek op pagina 229.